Hallo allemaal, sorry dat ik niet bij jullie kan zijn in het Paard van Troje. Met deze video kan ik jullie toch wat vertellen over mijn strijd voor netneutraliteit in het Europees Parlement. Netneutraliteit is een basisprincipe van het internet. De vernieuwende kracht van het internet is eraan te danken. Netneutraliteit betekent dat gebruikers toegang hebben tot alle informatie en alle diensten die het internet biedt. Tussen personen, zoals de providers bij wie je toegang tot het internet koopt, mogen informatie en diensten niet blokkeren of vertragen. Dat gebeurt helaas wel. De netneutraliteit staat onder druk. Vooral de bedrijven die mobiele toegang tot internet leveren, maken het bont. Je koopt een abonnement voor mobiele telefonie met internet, maar dan blijkt dat je met dat internetabonnement niet kunt skypen of whatsappen. Tenzij je er extra voor betaalt. Zulke blokkades zijn helaas schering en inslag in heel Europa. Vanuit het perspectief van telefoonbedrijven best logisch. Als hun klanten vaker telefoneren via Skype of berichtjes sturen via WhatsApp, verdienen ze natuurlijk minder aan je telefoontikken en je sms'jes. Maar deze blokkades staan innovatie in de weg. Ze jagen consumenten op kosten, ze gaan ten koste van je privacy. Want om te bepalen welke bits en bytes ze wel of niet doorlaten, moeten providers de inhoud van je dataverkeer inspecteren. Bovendien, het blokkeren van bepaalde diensten legt de bijl aan de wortel van het internet. Wie toegang tot het internet koopt, moet het hele internet krijgen en niet een stukje ervan. Anders kunnen we niet met nieuwe diensten doorbreken. Anders komt ook onze vrije toegang tot informatie op het spel te staan. In Nederland nam de Tweede Kamer vorig jaar een motie van GroenLinks aan. Die drong aan op wettelijke bescherming van netneutraliteit. Ook maakte de Kamer een amendement op de telecomwet. En sindsdien is Nederland na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit in de wet verankerd heeft. En wanneer die wet ingaat, in 2013, mogen bedrijven als KPN en Vodafone je niet meer beletten om te skypen of te whatsappen met je mobiele telefoon. En als je bijvoorbeeld een fanatieke gamer bent via vaste breedbandverbinding, dan mag je provider al dat dataverkeer ook niet expres vertragen. Nederland is een koploper in netneutraliteit en daar mogen we best trots op zijn. En Europa is nog niet zo ver. De eurocommissaris van het internet, Nelly Kroes, is gevoelig voor de lobby van de grote telecombedrijven. Die klagen bij haar over teruglopende inkomsten. Hoewel een meerderheid van het Europees Parlement haar in 2011 opdroeg om de netneutraliteit te beschermen, heeft Kroes nog steeds geen wetsvoorstel ingediend. Sterker nog, het lijkt erop dat ze de Nederlandse netneutraliteit wil saboteren. Bij mij ging een alarmbel rinkelen toen ik dit voorjaar een voorstel van Ethno, de Europese Club van Telecombedrijven, zag. Ze wilden via de Verenigde Naties regelen dat er een soort tolweg op internet zou komen. Bedrijven die veel dataverkeer genereren, zoals Skype of YouTube, zouden daarvoor moeten gaan betalen aan internetproviders in ruil voor extra snelle doorgifte van hun bits en bytes. Dat zou van de netneutraliteit een lachertje maken. Stel dat YouTube niet wil betalen, dan wordt de doorgifte van YouTube-filmpjes vertraagd. Maar stel dat YouTube wel wil betalen, dan wordt het bedrijf bevoordeeld boven concurrenten. Goede kans dat op dit moment ergens in de wereld de opvolger van YouTube wordt ontwikkeld. Misschien door een kleine start-up, de WizKids met geniale ideeën, maar met weinig geld. En die starters hebben veel minder kans om door te breken en een serieuze concurrent van YouTube te worden, als ze fors moeten betalen om met diezelfde snelheid gebruikers te bereiken. Het Ethno-voorstel is funest voor het vrije internet. Het is een echt paard van Troje. Ik heb nu 3 keer vragen gesteld aan de commissaris Kroes. 2 keer was ze vaag en leek ze Ethno te steunen. Pas na mijn 3e setje vragen veroordeelde Kroes de tolweg op internet. Toen had de Amerikaanse regering het plan van Ethno al lang veroordeeld. Het was duidelijk dat het niet veel kans meer zou maken bij de VN. Kroes steunt Nederlandse netneutraliteit, schreef Brenno de Winter enthousiast op nu.nl. Brenno, dat was te vroeg gejuicht. Want even later bleek dat Kroes de Nederlandse regering om opheldering vroeg over de nieuwe telecomwet. Dat zou kunnen uitlopen op een rechtszaak van Kroes tegen Nederland, tegen onze netneutraliteit. Ik heb er meteen weer een setje vragen tegen aangegooid bij Kroes. En ik sta klaar om het offensief te starten in het Europees Parlement. Voor netneutraliteit naar Nederlands model. Ik denk dat we die strijd kunnen winnen met jullie steun. Brussel
is net als Den Haag. Een strijdperk tussen tegengestelde belangen en conflicterende idealen. Kroes is van de VVD, ik ben van GroenLinks. En dat is niet één pot nat. Niet in Den Haag en niet in Brussel. Jouw stem doet ertoe, ook bij de Europese verkiezingen in 2014. Ik wens jullie een vruchtbare discussie toe. Dag!